De Paramaribo Zoo heeft vanmorgen in samenwerking met Amazone Conservation Team Suriname, ACT, het project Groot Surinaams Natuurspel gelanceerd. De lancering is gedaan met de leerlingen van de Sint Ignatius School. Het Groot Surinaams Natuurspel is een verzameling van spelletjes waarbij de spelers hun kennis over de Surinaamse natuur vergroten. De spelletjes worden gespeeld op tablets en andere elektronische apparaten en variëren van interactieve spelletjes tot kleurboeken, woordzoekers en quizjes. Volgens Minu Parahu, algemeen directeur van ACT, wordt het spelen van de spelletjes gecombineerd met cultuur. En niet alleen om bekend te worden als organisatie, maar die kinderen die niet altijd de gelegenheid hebben om naar het binnenland te gaan, om die ook de mogelijkheid te bieden dat te ervaren of kennis te maken met de verschillende planten, dieren en de cultuur. ACT, we werken met inheemse en Marons. Binnenkort zullen jullie spelen zien waarin die namen zullen zijn verwerkt. Dus er staat nog veel meer op stapel. We starten vandaag met een klein aantal spelen en de bedoeling is om elk jaar met jullie feedback, dus met jullie ervaringen en die van het MINOF, verder te gaan kijken naar de mogelijkheid voor uitbreiding. Volgens John Altenberg, directeur van Paramaribo Zoo, hebben zij heel lang gewacht op dit moment. Hij geeft verder aan dat de Paramaribo Zoo en de ACT al sinds begin 2019 werken om dit project van de grond te krijgen. Altenberg benadrukt verder dat de zoo altijd open staat voor zulke samenwerkingsprojecten met andere organisaties. Omdat wij ons heel erg inzetten om onze natuur zo goed mogelijk te promoten, met de bedoeling dat wij als Surinamers, jong en oud, daar veel meer waardering voor gaan opbrengen. Omdat ik van mening ben dat er toch wel nog heel veel te doen is op het gebied van de bescherming van onze natuur, onze bossen, onze dieren, onze planten, noem maar op. En ik denk dat dit project daar ook een bijdrage aan gaat leveren. Vooral onze jongeren, die de toekomst van morgen. Dat zij dus ook niet alleen op de scholen, maar ook hier in de Paramaribo Zoo meer kennis en ervaring kunnen opdoen ten aanzien van hoe mooi en waardevol ons natuur is. John Altenberg, directeur van de Paramaribo Zoo. Hij sprak vanmorgen na de lancering van het project Groot Surinaams Natuurspel. Het doel van het project is om de samenleving bewuster te maken over hoe belangrijk de natuur is. De leerlingen van de Sint Ignatius School mochten het spel als eerst spelen.